De derde Suriname Energie, Olie en Gas bijeenkomst is meer bedoeld om te netwerken voor de participerende bedrijven. Ananja Gisser, directeur Staatsoliemaatschappij Suriname NV, zegt dat het netwerken met deze bedrijven belangrijk kan zijn voor de toekomst van de energie, olie en gassector van Suriname. En nu Total toch heel dicht bij de ontwikkelingsfase komt waar ze gaan bouwen, dan heb je dus partners die kunnen bouwen, die zijn ook hier. En daar kunnen we nu hele concrete gesprekken mee hebben. En netwerken is eigenlijk een van de belangrijkste aspecten hiervan. Daarnaast prijzen we natuurlijk de offshore nog aan. We hebben wat open blokken, zodat mensen geïnteresseerd raken in het geheel. En over het algemeen vindt men Surinamers leuk. We zijn vriendelijk, we zijn vrij. Dat helpt allemaal. Onbewust nemen mensen besluiten om te komen naar een land waar mensen betrouwbaar, vriendelijk en prettig zijn. Volgens Jagisser is tijdens het opzetten van de expositiehallen met zowel Surinaamse als buitenlandse bedrijven gewerkt en doet Suriname helemaal niet onder voor de experts van het buitenland. Het niveau van de verschillende stands is daarom verhoogd tijdens deze editie. Dat zijn experts, die zijn mensen die echt veel weten over die industrie. En op een gegeven moment hebben we enquête gedaan of een onderzoek en het bleek dat onze Surinamers het al veel beter wisten dan die mensen. Wij Surinamers zijn tot veel in staat, maar soms onderschatten we onszelf. En daarom hebben we natuurlijk onze slogan, vertrouwen in eigen kunnen. En we willen het laten zien en we hopen dat er meer bedrijven komen. Het is niet goed voor een land dat er 4, 5 grote bedrijven zijn. Er moeten een heleboel kleine bedrijven zijn. In de toerisme sector, in de landbouwsector en noem maar op, service provision. En dat moet ook gaan aan met vertrouwen in eigen kunnen, dat men zaken gaat aanpakken. En die oliesector gaat helpen, toch? Want als die oliesector heel groot wordt, dan ga je grotere hotels nodig hebben. Je gaat meer restaurants nodig hebben. Er gaan meer toeristische trips plaatsvinden. Dus dat gaat helpen om de ontwikkeling te brengen. De staatsoliedirecteur en zijn bedrijf zijn zeer tevreden met het voorlopig verloop van de bijeenkomst die maandag begon en morgen wordt afgesloten.